Hey iedereen, welkom terug. In deze video wil ik het met jou hebben over een oerangst die bij iedereen aanwezig is, maar waar dat niet iedereen zich daarvan bewust is. Ik zie dat het beeld niet zo ideaal is, maar dat komt omdat hier naast mij een venster is en het is aan het regenen. En de zon schijnt, waardoor dat het een speciaal effect creëert op de video. Maar ja, het is wat het is, hè. Dus de video. Dus veel mensen, waaronder ook tweelingvlammen, tweelingzielen, die zijn eigenlijk op zoek naar onvoorwaardelijke liefde, maar via een partner. En hier vergeten ze dat de sleutel tot het ontvangen en het ervaren van die sacred, of die hele relatie, die hele verbinding, er pas kan komen van zodra je eigenlijk ook onvoorwaardelijk van jezelf houdt. Nu, door je partner of door je tweelingvlam of je andere helft of je tweelingziel of wat dan ook dat je het ook wil noemen, door hen die verantwoordelijkheid te geven jou gelukkig te maken, laat je eigenlijk voorwaarden en verwachtingen in je relatie inslepen. Wat dat het vergif en de ondergang zijn van de hele relatie en eigenlijk ook van elke relatie. Nu, elk mens op aarde heeft de potentie in zich om deze hele relatie aan te trekken. Maar slechts enkelen zijn er ook reeds daadwerkelijk al klaar voor om dat ook te gaan ervaren, om dat ook voor open te staan en dat ook te gaan ontvangen. Net daarom zijn tweelingvlammen op aarde gekomen vanuit een hoger bewustzijn om een voorbeeld te zijn van die onvoorwaardelijke liefde in al zijn facetten. Want, en hier zit er nu de kern of de clue, onvoorwaardelijke liefde stelt geen voorwaarden aan wie of hoe die liefde geuit wordt. Of wat dan nu gaat om liefde voor je partner, of het is een vriendelijk gebaar naar een wildvreemde op straat, het principe is hetzelfde. Onvoorwaardelijke liefde gaat over de liefde die je hebt, onvoorwaardelijk, no matter what, wat er ook gebeurt, ten aanzien van alles dat leeft, ten aanzien van alles wat dat is, dus ook ten aanzien van planten, ook ten aanzien van dieren. En dat eigenlijk vanuit die onvoorwaardelijke liefde, in connectie, in verbinding met de ander, wat is, of die ander, of dat nu een plant of een dier of een mens is, maakt niet uit. Maar dat eigenlijk dus vanuit ziel tot ziel, vanuit hart tot hart, vanuit energie naar energie gaat gaan connecteren, zonder het kader die gecreëerd geweest is in de matrix, zoals ze dat noemen. Dus eigenlijk vanuit je gedachten, ego, je verwachtingen, waarden en normen, los van al die dingen. Ook religie, zaken naar relaties, relaties leeftijd bedoel ik dan. Hoe dat een echtscheiding zou moeten, hoe dat eruit ziet, hoe dat een nieuw samengesteld gezin zou moeten zijn, hoe dat een heilige relatie is, want een heilige relatie kan ook tussen twee mensen van hetzelfde geslacht zijn. Dus zonder voorwaarden. Ware liefde, ik heb dat al in de vorige video ook gezegd, is onbegrensd. Ware liefde toont jou dat de mogelijkheden oneindig zijn. Je kan ze zo gek niet bedenken of het kan, het mag, het bestaat. Nu, als we eerlijk zijn, het enige wat wij mensen allemaal willen, is gelukkig zijn. Voelen dat we leven, voelen dat ons leven een mening heeft, dat we hier niet zomaar zijn om te gaan werken en dan ons geld te geven aan de belastingen en aan de staat. En om dan, als we 65 of 60 of 67 zijn, dan zo gelukkig aan mijn pensioen te gaan, om dan nog een paar jaar te leven en dan gedaan. Nee, we willen voelen, ervaren dat we het waard zijn, dat we hier geïncarneerd zijn, dat we hier een leven hebben om ervaringen op te doen. Want heel veel zielen zijn omaar jaloers dat wij hier deze ervaring op deze tijd kunnen gaan meemaken. Dat we die kans gekregen hebben. Nu, de valkuil is dat mensen op zoek zijn naar liefde vanuit een tekort. Vanuit de behoefte van een erkenning, aan behoefte van bevestiging, aan behoefte van zorg,
aan een soort van goedkeuring over wie dat ze werkelijk zijn. Dus ze gaan op zoek of starten een relatie vanuit een leegte. En net daar zit het gevaar erin, want het is niet zozeer de liefde die ons pijn doet, alhoewel dat heel veel mensen ons dat zeggen en op de duur gaan ook gaan geloven. Nee, het is wel de angst om alleen te zijn, om nooit nog te voelen wat je voelt wanneer je verliefd bent. Of de angst om nooit meer het gevoel te hebben dat je het doet voor iemand of iets. Nooit meer het gevoel te hebben dat je het waard bent om liefde te ervaren. En dat gaat allemaal terug naar een bepaalde angst, namelijk de angst om verlaten te worden, de angst om afgescheiden te zijn van al de rest. En die angst is een oerangst, die is ontstaan op het ogenblik dat we eigenlijk als ziel geboren zijn uit de bron. Dus dat is een hele oude oerangst, ligt aan de basis van veel hartebreuken of relatiebreuken en eigenlijk van het verdriet dat rond de liefde gecreëerd is. Maar liefde op zich bezorgt ons geen pijn. Het is wel de angsten en de voorwaarden en de verwachtingen die ermee gepaard gaan of die wij vanuit onszelf daarin gestopt hebben, al dan niet onbewust, dat verdriet veroorzaakt. En van zodra je eigenlijk beseft dat niet de liefde is dat je pijn doet of dat je dat verdriet bezorgt, maar wel al die overtuigingen en eigenlijk vanuit je ego, op de oude ervaringen er rond, of de conditioneringen, dus hetgeen wat je eigenlijk jezelf aangeleerd hebt of door iemand anders bent aangeleerd. Van zodra dat je dat bewust van bent, dat je dat beseft, ben je eigenlijk al een stukje die oerangst aan het helen. Natuurlijk is het nog niet zo dat het onmiddellijk een geheeld is en je hebt er geen last meer van. Nee, het is iets, een proces dat ook moet, die ook een stukje tijd vraagt. En we dat ook moeten aan wennen, want uiteindelijk hebben we zoveel miljoenen jaren gedacht, of is ons verteld geweest dat liefde pijn doet en love hurts en hoeveel liefdesverdriet liedjes zijn er wel niet erover. Maar het is niet zozeer de liefde die het ons moeilijk maakt, maar wel de angsten en de verwachtingen en al de patronen die daar rond gecreëerd zijn die dat doet. Dus herken je in jezelf ook die oerangst of een aantal zaken waar je altijd in relaties tegenaan loopt, vraag jezelf dan af van wat je eigenlijk jezelf hebt aangeleerd doorheen de jaren heen. Wellicht is jouw hart op slot uit angst om meer die pijn te voelen. Maar als jij bereid bent om meer liefde te voelen, dus als jij een honger hebt naar ware liefde of liefde te voelen in al zijn facetten, dan moet je ook beseffen dat je daardoor ook een stukje gaat geconfronteerd worden met je eigen schaduwkanten. Want, mooi mens, elke relatie, of wat dat nu is, een liefdesrelatie, een vriendschappelijke relatie, relatie met je ouders, met je broers en je zussen, met je ruimere familie, met je kinderen, elke relatie is een doel voor zelfreflectie en groei. Maar dat is het doel om dingen te triggeren in jezelf, zodanig dat jij beseft van, oh, ik heb hier een probleem, wat is er aan de hand? Ah, ik ga eens even de tijd nemen om te gaan reflecteren of gaan na te denken van wat dat eigenlijk, welke pijn dat er bij mij getriggerd wordt, welke pijn wordt er aangeraakt, wordt erop geduwd, die nu eigenlijk wel mag geheeld worden en losgelaten worden, want het dient jou niet verder. Het helpt jou niet verder om gelukkig te zijn, in tegendeel. Dus zodra dat jij de keuze maakt om opnieuw jezelf te worden, voorbij die verkeerde programmering, overtuigingen en trauma's, ga jij ook veel gelukkiger gaan voelen. Ga jouw relaties ook veel gelukkiger en veel meer voldoening brengen, ga je ook veel vrijer voelen. En automatisch ook meer die innerlijke rust gaan ervaren, minder stress gaan ervaren, veel meer in je kracht kunnen staan, vanuit je potentieel kunnen gaan leven, weten wat je wilt, weten wat je toe wilt, en echt jouw leven gaan leven. Want het maakt niet uit of je nu een tweelingvlam of een tweelingziel bent of the girl next door, bij wijze van spreken, maakt niet uit. In elke relatie word je geconfronteerd met je eigen schaduwkanten. Zelfs in de relatie met jezelf. En als je niet in balans bent en je gaat niet die weg naar binnen, dan wordt die angst of die pijn altijd maar groter en groter en gaat die altijd maar meer en meer jouw systeem gaan belasten, waardoor je uiteindelijk emotioneel, mentaal
en of je ziek ziek wordt. En dan ontstaan er ziektes zoals kanker, zoals ALS, zoals fibromyalgie en ga maar zo verder. Dus je lichaam is altijd het signaal om jou te tonen waar dat je nog niet in balans bent, waar dat je nog eigenlijk mag gaan werken. Nu, ben je wel een tweelingvlam of een tweelingziel en is jouw andere energie of je tweelingvlam of je tweelingziel, dus je andere ziel, de andere deel van de ziel als het gaat om een tweelingziel in jouw leven, dus als je weet wie dat is en je hebt daar een connectie en een band en een relatie mee, dat kan vriendschappelijk zijn of ook romantisch, weet dan dat je nog harder gaat geconfronteerd worden met alles wat niet in balans is. En ook daar is het jouw taak en verantwoordelijkheid om aan jezelf te werken. Want zoals ik daarnet zei, als je je schaduwkanten blijft ontkennen en niet durft aan te kijken, dan ga je leven blijven zoals het nu is. En die zin dat jouw pijnen en jouw schaduwkanten altijd maar meer en meer en groter gaan worden, in die zin dat ze meer en meer invloed gaan uitoefenen op jouw leven nu. En liefde ga je nooit kunnen ervaren zoals dat echt werkelijk in essentie is. Mooi, passioneel, vervullend, het geeft voldoening. Nee, liefde zou je blijven ervaren als pijn. En ik denk niet dat dat de keuze is die je wil maken. Nu, de ervaring van een heilige relatie, en dat is eigenlijk wanneer je relatie kan aangaan met je perfecte wederhelft, is heel intens. En daardoor word je nog meer geduwd tot het erkennen van wie je werkelijk zelf bent, van je ware zelf. En op het ogenblik dat je je wederhelft of je ultieme partner hebt ontmoet, je bent nog te veel vervuld met overtuigingen, gedragspatronen en trauma's van buitenaf, of van jezelf, dan is het proces, en dus die relatie, dat je zou aangaan, of wel een hele korte duur, omdat het veel te intens is en veel te confronterend. Of je blijft wel in die relatie, maar die relatie zal super heftig zijn. Terwijl dat eigenlijk door het innerlijke werk te doen, zal je ervoor zorgen dat de manifestatie van die hele relatie een stuk gemakkelijker en een stuk moeitelozer gaat. Waardoor je uiteindelijk de hele relatie ook kan gaan behouden. En is niet dat hetgene dat iedereen wil. We zijn nu juli 2019 als ik deze video opneem. En in de laatste maand van 2019 zullen nog heel veel zielen wakker worden. En denken dat ze het licht hebben gezien. Of denken van, ah, we zijn er. Nu, het is zo, het moment dat je denkt van, ik ben wakker geworden, dan begint het pas eigenlijk het echte werk. Dus van zodra je zegt van, ah, ik ben er en ik heb al heel veel gewerkt, denk eens opnieuw. Nee, niet denk eens opnieuw, voel eens opnieuw. En weet dat er een volgende laag is, een nieuw niveau, een volgend level, dat op jou staat te wachten om nog weer verder te gaan groeien. Dus denk nooit, maar nooit dat je er al bent, maar je bent er nooit. Er is altijd wel een nieuwe laag, een nieuwe les te leren, een hoger bewustzijn te verkrijgen. Nu, die weg die je naar binnen mag gaan om aan jezelf te werken, om soul searching te gaan doen, om je ziel te gaan zoeken, eigenlijk, als je het zo letterlijk vertalen, is heel eenzaam, omdat het proces van elke ziel ook anders is. Elke ziel, hier op aarde of ook in de lichtwereld, heeft een eigen energie, heeft een eigen weg afgelegd, heeft eigen lessen geleerd en is elk een andere essentie, een andere uitdrukking van de bron. Mocht dat niet zo zijn, dan zouden we niet met zoveel naar de aarde moeten komen om te leren. Want dan zouden we allemaal kunnen leren van één iemand die alles aangaat en die de lessen allemaal leert. En dan zouden we allemaal kunnen voelen en ervaren vanuit de eenheid van, ah oké, okay, zo was het, leuk. Maar dat is niet. En het jammere aan de zaak is, of het jammere nee, het grootste werk dat nog moet gebeuren, is dat veel mensen niet beseffen hoe belangrijk het is om het innerlijke werk te doen, om aan zichzelf te werken. Ze verliezen zichzelf voortdurend in de illusies nog van de materiële wereld, of in hun angsten. Waardoor dat ze te vaak in hun hoofd zitten en gaan piekeren over de toekomst, of gaan mijmeren over het verleden. Oh, vroeger was het zoveel beter, oh, vroeger was dit. Maar is dat ook zo? Was het vroeger ook zoveel beter? Uiteindelijk maakt het niet uit of je nu over de toekomst gaat gaan nadenken. Ik denk ook na over de toekomst, maar ik ga niet piekeren over de toekomst. Ik denk na van wat zou ik nog willen. Wat zijn de dingen dat ik nog wil ervaren? Wat wil ik nog meegeven? Wat wil ik nog leren?
En dat koppel ik altijd terug naar het nu. Als ik dat wil bereiken in mijn leven, wat moet ik er dan nu voor doen om daar ooit te komen? En dat is vaak hetgeen dat mensen vergeten. Ze vergeten dat het leven nu is. Toekomst en verleden zijn niet. Enkel nu is. Het leven is één lange nu. Want lineaire tijd, en ik wil daar nu ook niet te diep op ingaan, maar lineaire tijd in de zin van verleden, heden en toekomst is een creatie van de mens. Is eigenlijk ook een illusie. Maar omdat dat voor veel mensen op dit moment nu een brug te ver zal zijn, houden we het gewoon van blijf zoveel mogelijk in het nu leven. Denk, je mag nadenken en je mag herinneringen opgaan in het verleden, dat is geen probleem. Maar zorg ervoor dat dat niet jou op dit moment op een negatieve manier gaat beïnvloeden, want dan ga je de verkeerde zaken aantrekken in jouw leven en ga je de verkeerde toekomst gaan creëren. Dus meer bewustzijn verkrijgen bij zoveel mogelijk mensen is niet alleen mijn taak, maar taak van heel veel lichtwerkers en van iedere ontwaakte ziel. Dus als jij ontwaakt bent, alsjeblieft vertel wat je weet, vertel wat jouw ervaringen zijn, ook aan andere mensen in jouw omgeving. Want enkel zo kunnen je zoveel mogelijk mensen mee ascenderen, mee liften op de hoge energieën voor hun leven hier op de nieuwe aarde. Voordat de poorten, de energetische poorten, in 2033 sluiten. Want op dat moment zullen we onze grootste processen, onze grootste ontwakingen gehad hebben. Zullen zoveel mogelijk mensen terug goddelijke talenten en gaven omarmd hebben en gaan gebruiken om te manifesteren en om hier lessen verder te leren. Maar er gaan ook veel mensen zijn die ervoor kiezen, of hun ziel tenminste, om daar niet in mee te gaan. En dat is ook oké. En die mensen zullen dan op natuurlijke wijze de wereld en de aarde verlaten, want de nieuwe aarde wordt niet gecreëerd op een nieuwe planeet. De nieuwe aarde is er al. Wat verandert er? Dat is de manier waarop wij kijken en de manier waarop wij het leven vorm gaan geven. En dat is eigenlijk vanuit een nieuw bewustzijn, wat dat 5D en hoger is, gaan wij nieuwe instituten, gaan wij nieuwe relaties, gaan wij nieuwe vormen van onderwijs, een nieuwe manier van werken, kortom, alles gaan we creëren. En daar zijn we nu mee bezig. En daarom maak ik ook deze video's. Nu, voor nu ga ik het hierbij houden. Ik kan de video's ook niet lang maken. Maar mocht je nood hebben aan ondersteuning in je groei en proces, weet dan dat je altijd bij mij terecht kan. Via mijn website kan je sessie reserveren of je kan gewoon mij een mail sturen met je vraag. En dan gaan we samen kijken wat dat, jij op dit moment nodig hebt, zodat dat ook jij weer verder kan in jouw groei en in jouw ontwikkeling naar wie je werkelijk zelf bent. Zo, ik hoop dat ik weer hier en daar wat getriggerd heb, dat ik jou aan het nadenken en vooral aan het voelen gezet heb, met als bedoeling ook jouw bewustzijn weer te gaan beunen. Wil je de volgende video's ook zien, vergeet dan niet om jou te abonneren. Hier ergens moet dat het knopje staan. En dan zie ik jou weer in een volgende video. Daag!